Na de teleurstellende uitslag van afgelopen vrijdag moet NEC dinsdag opnieuw aantreden tegen en dit keer in Emmen. Het eerste bekerduel van dit seizoen gaat van start. Als je thuis niet kunt winnen van FC Emmen, hoe ga je dat dan uitdoen? Ja, op een iets andere wijze misschien, met misschien een andere invulling. Maar we hadden gewoon thuis, als we de doelpunten hadden, de kans hadden benut, hadden we gewonnen. Dus we hoeven ook niet te veel te veranderen. Heeft de trainer overwogen om de boel om te gooien? Nee, ik zou niet weten waarom. Vorige week riep de trainer nog dat de spelers uit waren op sportieve revanche. De wedstrijd doodmaken, die 2-0 willen maken, die wil ontbreekt. Ja, daar verschillen wij van mening van. Ik bedoel, we zijn de eerste half uur goed begonnen. Dat is gewoon een kwestie van de kansen die we niet benutten. Dus, en dan blijven hun in de wedstrijd. En dat zie je eigenlijk het weekend op alle velden. Dan laat je een tegenstander in leven en die blijven tot de laatste minuut daarin hopen. Ja, en dan valt hij in de 93e minuut, dus des te zuurder. Is het een voordeel of een nadeel dat je twee keer achter elkaar tegen dezelfde tegenstander speelt? Ja, dat weet ik niet. Ik heb geen idee. Ik weet niet of dat een voor- of nadeel is. Neemt de trainer de tactiek nou wat beter door? Nee, die hadden we al van tevoren. We hadden ze 4 wedstrijden gezien, dus we waren wel goed voorbereid. De clubs gebruiken de beker om hun tweede keeper op te stellen. NEC heeft een goede tweede keeper. Is het een optie om Joris Delle in de goal te zetten? Zou kunnen, ja. Daar blijft de trainer dus mysterieus over. Ja, dan houden we nog even voor ons. Uiteindelijk zijn de spelers die het eerst moeten weten en dan vervolgens de buitenwacht. Dus we zien het morgen. Nee, ik zeg al, de spelers weten hem niet, dus die moeten het eerst weten. Dus, Dinsdagavond aftrap 19:45 FC Emmen tegen NEC voor de beker.